De Vereniging Radio- en Televisiebedrijven Suriname, VRTS, is een belangenorganisatie voor mediaorganisaties in Suriname. Deze in 2006 opgerichte vereniging heeft op vrijdag 23 oktober 2020 een ontmoeting gehad met president Chandrika Prasad Santokhi. In de congreszaal heeft het staatshoofd het tevoren beleid van zijn regering gepresenteerd aan de VRTS. VRTS-voorzitter Anwar Lal Mohammed heeft tijdens de bespreking met de regeringsleider van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele punten onder diens aandacht te brengen. COVID, ja, het gaat de goede kant op. Gelukkig. Laten we zo vasthouden. De cijfer die gaat van de minister van Volksgezondheid gaat ons de aanleiding geven, maar daar krijg ik morgen meer detailinformatie, waardoor ik zondag met mijn bekendmaking kan komen. En zoals het nu eruit ziet, kunnen we nu nog naar meer normalisatie. Kunnen een beetje gaan voetballen. Kunnen een beetje gaan sporten. Kunnen weer die contactsporten een beetje de gelegenheid geven. Maar nogmaals, blijft u even wachten. Het gaat de goede kant op. Maar pas op, zo ging het ook goed met een paar landen. En kijk wat er daar gebeurd is. Plotseling een tweede golf. Een derde golf. En die willen we niet hebben. Dus we gaan die COVID-protocollen strak handhaven. Maar tegelijkertijd meer en meer liberalisatie brengen in de maatschappij. Om de economie op gang te brengen. Om de samenleving weer die ademruimte te geven. We gaan ook kijken naar ons luchtruim. Er zijn een paar landen waar de internationale gemeenschap en zeker de CARICOM-staatshoofden criteria heeft ontwikkeld. En als je voldoet aan die criteria, dan kan je luchtruim open naar bilaterale consultaties. En dat noemt men zijn kenmerken van een bubbel. En dat is niks anders dan een low risk. Als je voldoet aan de criteria van low risk, dan mag je luchtruim open. En we hebben nu een beetje in de regio gekeken. En niet uitgesloten is dat ik zondag bekend maak dat ons luchtruim open gaat voor bepaalde landen. Dat is wat de COVID betreft. De armoedebestrijding, daar kan het beter. Daar kan het systeem wat transparanter, daar kan het systeem wat sneller. De registratie kan sneller gaan, de distributie kan sneller gaan. Ik ben nog niet tevreden. Dat heb ik ook aan de vicepresident en de minister van Sociale Zaken ook kenbaar gemaakt. Het moet beter, het moet transparanter, het moet sneller, het moet effectiever. De mensen moeten sneller hun voedselpakketten krijgen. En ik wil namens het bestuur en de leden van de VRTS hier en nu verklaren dat u kunt rekenen op onze medewerking en dat wij een samenwerking op het gebied van communicatie en ook op ander gebied bijdragen van onze kant volledig ondersteunen en dat ook daarop kunt u rekenen. Uiteraard, wanneer we samenwerken met de regering, zijn een aantal zaken waarop wij dus zullen letten. En dat zijn in de eerste plaats bijvoorbeeld dat er good governance is, dat er fair play is en dat er transparantie is. En ik heb de president deze drie zaken eerder al horen zeggen, maar ik wil het hier namens de VRTS ook zeggen dat wij onze nieuwsdienst eigenlijk, de meeste radio- en tv-bedrijven, die hebben een nieuwsdienst en actualiteitenprogramma. En de reporters die zijn elke dag op het veld en ze kunnen namelijk de pulsslag van de samenleving als niemand beter voelen wat er gebeurt in die samenleving. En wanneer wij bepaalde zaken in het nieuws brengen, kan het gebeuren dat er kritiek wordt geleverd. Maar gaat u die kritiek niet zien als we dit een aanval richten op de regering. Maar de bedoeling is in de eerste plaats eigenlijk het nieuws dat we brengen. Om die ontwikkelingen die zich voltrekken in die samenleving, om die te delen met die samenleving. Zowel nationaal als internationaal. Maar ook om de regering te wijzen op bepaalde misstanden die in de samenleving plaatsvinden. Zodat je daarvan goede nota kunnen nemen en maatregelen kunnen treffen. Zodat iedereen in die samenleving eigenlijk gelukkig kan zijn als die misstanden er niet meer zijn. Nou, ik vond het prettig eigenlijk.
Maar ik had er wat meer van verwacht, dat echt onze issues naar voren gebracht zouden worden. Nou, dat heeft de voorzitter van de VRTS wel doorgegeven. En voor de rest is het informeel, dus er zal nog wel een meeting volgen, denk ik, met de minister of zo. Maar overal vond ik het wel prettig dat hij ons heeft, dat hij ons up-to-date heeft gebracht met de huidige situatie in het land. Het was nodig natuurlijk om de media-eigenaren ook uit te nodigen en natuurlijk aan te horen. En in zo'n informele setting kan het niet beter. Dus ik bedoel, ik apprecieer het en dat we ook uitgenodigd zijn. Het was nodig, het is nodig vanwege dus dat ik altijd ook kritiek heb van welke regering dan ook aan het zit. Dat ze dus dan met de gemeenschap in feite, toch? Dat ze dus dan met hun moeten communiceren. Maar de president heeft het ook beaamd van adesso 100 ET, weet je. Het is niet wat het moet, maar ze zijn pas ook begonnen. Ik weet 3 maanden, dat begrijpen wij ook. Maar ik vind toch hierbij, ik ben altijd kritisch geweest en ik blijf kritisch de regering volgen. Om te zeggen van nee, de regering moet beter en veel beter met de gemeenschap communiceren. Dus dat is eigenlijk mijn standpunt. Maar dat de president vandaag de media-eigenaren bedrijven heeft uitgenodigd, vind ik prima initiatief.